Vandaag is een dag vol vreugde voor Rob Kemps en zijn geliefde Stephanie Klaver, want het is de verjaardag van Stephanie. Het stel viert deze speciale gelegenheid op romantische wijze in de betoverende stad Parijs, en ze delen hun gelukkige momenten op sociale media. Een sfeervol pre-verjaardagsdiner met oesters en wijn is slechts een glimp van hun viering. Op Instagram deelt Rob een hartverwarmende foto van de jarige Stephanie, vergezeld van een liefdevolle boodschap, mijn favoriete persoon is jarig. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe gelukkig ik ben dat jij in mijn leven bent. Gefeliciteerd, mijn liefde, en mogen er nog vele gezonde jaren volgen. Helaas hebben Rob en Stephanie te maken gekregen met kritiek op hun relatie. In een recent interview met Libelle heeft Rob dit aangekaart en de vele roddels over hem en zijn relatie afgewezen. Hij benadrukte dat veel van wat er wordt beweerd nergens op slaat, en hij kiest ervoor om zich niet te laten beïnvloeden door de geruchten. Bijvoorbeeld, Rob ontkrachtte het idee dat hij zijn vorige partner en kinderen zou hebben verlaten voor Stefanie. Hij legde uit dat zijn vorige relatie al voorbij was en pas vijf maanden later werd hij opnieuw verliefd. Het interview gaf Rob de gelegenheid om enkele misverstanden recht te zetten, met name over zijn betrokkenheid bij de opvoeding van zijn kinderen. Hij beklemtoonde dat hij zijn kinderen drie dagen per week ziet en dat hij een goed contact onderhoudt met zijn voormalige partner. Het kosseo om de ouderschap wordt zelfs gezamenlijk vervuld. En Rob koestert de tijd die hij doorbrengt met zijn kinderen op maandag tot en met woensdag. Wanneer ze op woensdagavond vertrekken, voelt hij hun afwezigheid, maar hij waardeert het feit dat hij een positieve relatie heeft met zijn ex-partner. Het leven van Rob Kemps en Stephanie Klaver is gevuld met liefde, begrip en het koesteren van kostbare momenten, ondanks de uitdagingen en de kritiek die ze tegenkomen. Hun viering in Parijs weerspiegelt niet alleen de liefde voor elkaar, maar ook het belang van familiebanden en een gezonde concert in de ouderschapsrelatie.